Elk jaar ga ik naar diverse beurzen om te kijken wat de nieuwste trends zijn. En op dit moment zie je heel duidelijk dat nieuwe romantiek zich echt doorzet. Wat is nou die nieuwe romantiek? Dat is eigenlijk strak, wat stoerder, gecombineerd met hele romantische materialen. Vandaar dat ik ook met zo'n strakke pot als deze wil gaan werken. Een hele moderne pot, maar er moet een contrast bij. Er moet een romantische voorjaarsbloeier bij. En daar heb ik er eentje gevonden en dat is deze. Dat is de Renoncul Sprinkles. En dat is echt een heel vrolijk lief plantje. En als je goed naar die bloem kijkt, dan zie je dat hij heel veel bloemblaadjes heeft. En dan die mooie ivoorkleur die heel langzaamaan overloopt naar dat roze. Dat geeft echt wel dat romantische gevoel. En als je dan die combinatie gaat maken met zo'n pot, dan zie je dat het een hele spannende combinatie wordt. En dat noemen we nieuw romantiek. Dus ik ga hier een biedermeer maken dat er mooi bol wordt. En wat daarbij belangrijk is, is dat die plant zo precies over de rand heen komt. Ik ga hem dus schuin zetten, op deze manier. Dan krijg je hem zo en dan gaan we takpansgewijs zo naar boven werken. Dus wat ik nu ga doen, ik begin aan de voorkant. Ik zet ze er iets schuin in, op deze manier. Zodat ik dadelijk heel makkelijk een bolletje kan maken. Deze hier erbij. Zo. Dan gaat hier aan de achterkant de laatste erin. Zo. Ik zal nog heel eventjes ronddraaien, zodat je kan zien dat het echt een bolletje is geworden. Op deze manier. En dat komt dus omdat je de buitenste rij schuin zet en binnenin de planten rechtop. En dan krijg je dus vanzelf heel mooi dat biedermeiergevoel. Nou, wat ik dan zelf altijd mooi vind, is om toch weer met wat mos te werken. Puur omdat dat toch die landelijke uitstraling blijft geven en dat het gelijk mooi afgewerkt is. En dan als finishing touch, wat ik dan toch wel heel leuk vind om af te maken en dat biedermeiergevoel. Eigenlijk het gevoel alsof ik een bloemstuk heb gemaakt met die Renoncul Sprinkles. Is met wat takjes ertussen te steken op deze manier. Knip ze gewoon heel kort af en die steek ik er zo tussen. Niet te veel, maar net wat. Nou, ik vind eigenlijk dat er voldoende takjes in zitten zo. En dan moet je kijken, je hebt nu echt het gevoel van zo'n biedermeier van vroeger. En dan in de nieuwe romantiek met die strakke pot erin. Ik vind het zelf heel mooi. En als je er lang van wil genieten, knip dan zo'n bloemetje eruit als hij uitgebloeid is. Dan stimuleer je dat hij weer nieuwe knoppen gaat maken en door blijft bloeien. En dan heb je echt heel lang plezier ervan. En dan heb je een prachtig bloemstuk voor buiten op de buitentafel.